Nou, goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Vorige week hebben we het een en ander besproken. Onder andere de ondertoezichtstelling. Is die nog steeds duidelijk voor jullie? Ja. Ja. Daarnaast hebben we het geweld binnen het huis besproken. Wat ik een groot zorgpunt vind. Daarnaast hebben we de driftbuien besproken van Boy. En jouw drugsgebruik buiten het huis. Hoe gaat het vandaag? Na een week. Ja, er is niet echt heel veel veranderd. Nee, niet echt. Nee. Ook in het geweld binnen zijn huis niet. Nou, zij is vooral heel gewelddadig. Nou, het ligt echt niet alleen aan mij hoor. Nee, hij snapt gewoon nooit iets. Ja, dat heb ik de vorige keer ook al aangegeven. Dus ja, dan word ik gewoon, daar word ik gewoon moe van. En op een gegeven moment schiet ik al een keer uit mijn slof, ja. Ja, ja. Dus het geweld onderling, dat vindt ook gewoon heel veel plaats. Gebeurt dat ook waar Boy bij is? Soms wel. Ja, soms wel. Probeer ze wel iets meer rekening mee te houden, omdat je de vorige keer iets van had gezegd. Maar ja. Ja, soms gebeurt dat gewoon en heb je niet eens erger in dat dat kind erbij is. Ja, want ik vind dat nogal een zorgpunt en het is ook nogal een risico. Het is ook niet goed voor Boy natuurlijk dat jullie vechten of ruzie maken of gillen waar hij bij is. Ja. Naar mijn mening komen daar ook de driftbuien van Boy een beetje vandaan, want hij neemt natuurlijk een voorbeeld van zijn ouders. En daar wil ik graag iets aan doen. Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe we dat kunnen oplossen, want ja, we kunnen gewoon niet door één deur. Ja, vorige week hebben we besproken dat het misschien een idee is dat jullie apart gaan wonen. Ja. Ja. Aangezien het, we zijn nu een week verder, ik heb jullie erop aangesproken en er is eigenlijk niks veranderd. Dus misschien is het gewoon inderdaad een goed idee om gescheiden te gaan wonen. Lijkt me ook. Ja, mij ook wel. Hebben jullie daarnaast mensen om jullie heen die eventueel zich kunnen bekommeren om Boy? Ja, Harold wel nog steeds. Jij hebt Harold, zie je dan nog steeds. Ja. Dat gaat ook nog steeds. Ik hoef die Harold echt niet te zien hoor. Maar dat hoeft op zo'n moment ook niet. Voor Boy. Nee. Het hoeft op zo'n moment ook niet. Wanneer jullie apart wonen, hoef je elkaar natuurlijk niet, hoef je niet met elkaars mensen te maken te hebben. Waar ik wel even op wil terugkomen, is dat op het moment dat jullie samen of uit elkaar zouden gaan en jij gaat op jezelf wonen. Ik zou jou graag willen laten testen op een drugstest 1 keer in de week. Want ik wil wel graag voorkomen dat er drugs wordt gebruikt waar Boy bij is. Nou, daar heb ik echt geen zin in hoor. Ja, dat kan zo zijn, maar dat wil ik toch echt wel graag doen. En anders kan ik Boy niet bij je plaatsen. Want voor Boy wil ik het best doen. Ja, een kind van 4,5 jaar, die hoeft niet te maken te krijgen met drugs natuurlijk. Ja. Maar ja, als hij niet bij mij is, dan kan ik het ook niet meer doen. Want anders komt het alsnog bij de drugstest. Ja. Je moet er sowieso mee stoppen. Ja. Nou, juist laat het niet mee. Dat is gewoon een heel groot zorgpunt. Dat is gewoon het beste voor ons allemaal. Kunnen we misschien heel even de aandacht erbij houden? Ja. Want het gaat hier tenslotte om Boy en niet om, om jullie twee en hoe jullie relatie met elkaar is op dit moment. Ja, oké, ik wil best die drugstest doen, man. Oké, nou top. Dan maken we daar een mooi werkdoel van. Moet dat dan 1 keer? 1 keer per week dan gaan we dat, gaan we dat aanhouden. Ja, daarnaast vind ik het zorgelijk dat Boy nog steeds last heeft van driftbuien. Maken jullie nog steeds gebruik van hem op het krukje zetten en hem eventjes tot bedaren laten komen? Ja, je zet hem wel op het krukje. Hij niet. Oké, jij doet dat nog wel. En hij luistert ook naar jou wanneer jij hem op het krukje zet? Ja, ja. Omdat ze de stem verheft. Ja, dat hoort gewoon bij opvoeding hoor. Ja, stem verheffen, dat kan er wel duidelijk voor zorgen dat Boy zoiets heeft van oké, het is nou wel serieus en ik moet echt op deze kruk blijven zitten. Hoe komt het dat jij hem niet op het krukje zet? Ik vind dat een beetje zielig. Hij is ook wel stil als je hem een snoepje geeft. Oké, je geeft hem nog steeds snoep na een driftbui. Nou, dat vind ik ook wel een zorgpunt en daarnaast ook een risico. Want zo blijf je het gedrag eigenlijk aan. Zo blijft hij het gedrag eigenlijk. Blijft hij het laten zien. Doordat wanneer hij boos wordt en jij gaat hem een snoepje geven, dan denkt hij van: oh, als ik weer boos word, krijg ik weer snoep. Dus zo blijft dat gedrag zich herhalen. Begrijp je dat? Ja, dat snap ik. Dus ik wil daar ook graag van afstappen, dat je stopt met het geven van snoep als hij een driftbui heeft. Oké, en wat kan ik dan beter doen in plaats van schreeuwend op een kruk zetten?
Nou, je zou hem rustig op een kruk kunnen zetten. Dan ga je op ooghoogte zitten. Dan ga je hem vertellen van luister, dit is de reden waarom je op een kruk zit. Je blijft er de komende 10 minuten op zitten. En daarna mag jij weer rustig gaan spelen. Maar alleen als hij dat dan wel goed heeft gedaan, mag ik hem dan wel een snoepje geven? Daar zou ik ook gewoon op heel even mee wachten. Ik zou hem gewoon een snoepje geven wanneer jullie het leuk hebben samen gehad. En het is gezellig en hij verdient een snoepje. Oké, als hij geen driftbuy heeft gehad? Niet na een driftbuy, nee. Goed, dan hebben we de driftbuien besproken. Jullie onderling. Hoe kunnen we daar iets aan doen dat jullie beter met elkaar overweg kunnen? Want jullie blijven allebei de ouders van Boy. Boy zal ook waarschijnlijk heen en weer gaan. Tenzij jij drugs gaat gebruiken, dan komt hij er niet. Hoe gaan we ervoor zorgen dat jullie wel normaal Boy kunnen afgeven bij elkaar? Nou, ik denk dat het sowieso gewoon belangrijk is dat we vaste dagen inplannen. Want anders krijgen we daar weer gezeik over. Ja. Goed, dan maken we dan, dan gaan we dat doen. Hadden jullie al dagen in gedachten? Hebben jullie daar al over gesproken op een rustige manier? Nee, niet over gesproken. Nou, ik dacht misschien in het weekend daar. De rest bij mij. Ja, dan wil ik beter vrijdag erbij. Vrijdag, zaterdag, zondag. En ja, donderdagavond bij mij eten. Nee, ze moeten niet overdrijven. Ja, maar anders dan is hij meer bij jou dan bij mij. En hij heeft mij al zo lang niet gezien. Ja, dat heb je toch zelf gedaan? Jij loopt altijd weg. Dus. Nou, is het toch meer mijn kind? Nu ben ik kind? Het wel. Nee, okay. Het is niet meer jouw kind, het is mijn kind. Goed. Je was er toen ook niet, dus waarom nou wel? Ik vind het een goede afspraak. Vrijdag, zaterdag, zondag Bianca. En de rest van de dagen bij, weet je ook alweer, Frank. bij Frank. Want het weekend is natuurlijk, dan ben je altijd vrij. Hij heeft daarnaast ook gewoon nog zijn dingen die je moet doen door de week. Dus dan kunnen we het zo doen. Mocht het nou een keer zo zijn dat jullie een keer willen ruilen. Dus donderdagavond ook bij mij dan? Nee. Vrijdag, zaterdag, zondag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag bij Frank. Als het dan goed gaat, kunnen we altijd nog kijken wat je donderdagavond krijgt. Okay. Nou, dat is toch fijn dat jullie er... Ja, dat toch fijn dat jullie hier een beetje overheen kunnen komen. Goed, ja, mocht het een probleem zijn dat jij hem een keer graag het weekend wil, dan zouden jullie alle dagen kunnen omwisselen. Dus niet dat daar misverstanden over bestaan. Ja, dan moeten we ook wel op tijd aangeven, hoor. Want als ik iets plan in het weekend, dan wil ik niet weer om moeten gooien. Ja. Is het goed voor jou ook? Kan je daar rekening mee houden? Ja, dan moet ik dan zelf ook als ik iets heb door de week, dat we het dan omgooien. Ja. Oké. Okay. Nou goed, de OTS loopt dus een jaar. En als alles goed gaat, dan wordt hij opgeheven. Okay. Gaat nou niet alles goed, dan gaat de OTS nog een jaar langer in. Dus dan loop ik nog een jaar mee. Oh, dan wordt hij dus niet uit huis geplaatst? Nee, maar mocht het nou zo zijn dat er echt helemaal niks verandert binnen jullie situatie, dan kan die kans wel gaan bestaan. Okay. Maar als jij uit huis gaat, dan als jij weggaat, dan zal het al wel beter gaan. Dat zou een, het ligt niet allemaal aan mij, hoor. Dat zou een hoop schelen als jullie samen aandacht even bijhouden. Dus het zou goed zijn als jullie uit elkaar gaan, want ja, kennelijk werkt het gewoon echt niet. Ja, maar hij heeft in ieder geval wel die ruzies en die maakt hij dan niet meer mee. Ja. Ik wil graag nog heel even terugkomen op de ruzies, nou je daarover begint. Dat is eigenlijk wel een goede. Hoe gaan die? Slaan jullie elkaar? Gillen jullie naar elkaar? Ik sla niet. Ik schreeuw wel. Je schreeuwt. Ik ook. Je slaat niet. Soms. Er wordt wel geslagen. Als je het verdient. Ik verdien het niet. Ik vind dat nogal een ding, namelijk. Dus voor zolang jullie nog samenwonen... Wil ik geen geweld hebben waar Boy bij is. Sowieso eigenlijk geen geweld, maar waar Boy bij is vooral niet. Ja. Dus tot die tijd wil ik dat er geen geweld plaatsvindt voor Boy's neus. Want anders gaan we daar ook maatregelen op zetten. Ja. Ja. Dat denk ik niet eens. Goed. Maar schreeuwen, dat kan wel dan? Nee. Oh, ik denk al. Nee. Misschien is het een idee dat als Boy naar school is, dat jullie dan de dingen bespreken die jullie moeilijk vinden om te bespreken met elkaar, zodat Boy er niks van meekrijgt. Ja.
Ja, is dat een idee? Ja. Dan houden we dat aan. Oké. Nou goed, dan hebben we ingestemd met de drugscontrole 1 keer in de week. Ja. Ja. De dagen, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag bij Frank. Vrijdag, zaterdag, zondag bij jou, Bianca. De driftbuien, daar gaan we mee. Gaan jullie mee aan de slag? Ik ga ook kijken of jullie hier aan houden aan het krukje. Driftbuien, geen geweld, geen geschreeuw. Kom je dan ook boy. Af en toe zomaar langs of zo? Ja. Oké. Okay. Ja, en voor jullie duidelijkheid, mocht er niks veranderen aan de situatie, dan gaat de OTS nog een jaar langer door. Verandert er dan nog niks aan de zaak, dan gaan er wel maatregelen worden getroffen. En dan kan je ook denken aan een uithuisplaatsing van boy. En ik denk dat dat wel is wat we met z'n allen willen voorkomen. Ja, ja. Absoluut. Het gaat echt niet gebeuren hoor, dat mijn kind weggenomen wordt. Nee, natuurlijk niet. Dat wil niemand niet. Nee. Zijn er ook dingen die wel goed gaan tussen jullie onderling? Ik merkte net wel dat jullie een klein beetje overeenkwamen over de dagen dan. Kunnen jullie nog meer over dingen wel een beetje overeenkomen? Tja. Hoe vind jij dat? Wat vind jij dat Bianca goed doet naar boy toe? Nou, ik merk inderdaad wel dat als zij hem corrigeert, dat hij dan dat serieuzer neemt dan dat ik hem corrigeer. En ik vind gewoon niet dat dat altijd de juiste manier is. Maar aan de andere kant luistert hij dan wel, maar ik wil niet dat hij bang wordt of zo van mij. Je hebt het idee dat hij bang wordt? Ja. Nou, hij is echt niet bang van mij. Nou, dat weet ik niet. Nou, het is natuurlijk sowieso niet goed om het geweld en het ruzie en het gegil, sowieso heeft het geen goede invloed op het kind. Ja. Dus, ja, nogmaals. Dat hij luistert, ja. Ik denk van, dat doet ze wel goed. Ja. En jij, wat vind jij goed dat Frank goed doet? Ja, ik vind wel dat hij wel heel leuk met boy omgaat, al wel. Ze doen wel veel leuke dingen samen en zo. Nou, dan ben ik blij dat we met een positief dingetje hebben kunnen afsluiten. En daar wilde ik het daar ook eigenlijk graag bij laten. Volgende week ben ik er weer. Ik kom tussendoor nog langs om even te controleren. Ik kom deze week ook langs voor de drugstest. Deze week al? Ja. Maar ik wist het toch niet? Hoe bedoel je? Nou, dat je het ging testen, wist je toch niet? Nou, als dus ik kon het ook geen rekening komt, nemen. Dan heb je toch een week de tijd. Oké. Okay. Precies. En ja, wanneer de drugs in jouw urine blijft aangetroffen worden, dan weet dat daar consequenties op staan. Ja. Oké, dan wil ik het hier graag bij laten. Oké. Fijne dag nog. Hetzelfde.